Goede pas diep van Durjanovic. En doelpunt. Een doelpunt van nummer 11, Dalibor Filipovic. En wel heel simpel laat PSV zich daar wegspelen. Er waren al een paar ernstige plaagstoten geweest. En nu is het dan raak. En we hebben nog niet eens een kwartier gespeeld. PSV toch. Filipovic wordt wel gehinderd, maar niet echt ernstig. En schuift die bal heel bekwaam binnen. En ik moet zeggen, het is verdiend. Ooye. Kolka. Dat is een doelpunt. Een doelpunt. Ik dacht van Nistelrooy. Nog eens even naar gaan kijken. Uit het niets komt dat doelpunt. En daar die paar PSV'ers. Een busje van 8 mensen die is overgekomen. Die toch op vakantie was in Oostenrijk. Nog eens even naar gaan kijken. Waar blijft die herhaling? Nou laten we het houden op Marcos. Want van Nistelrooy was het niet. Robson teruggestuurd naar de dugout. Door de vierde official. Filipovic. En Xavier. Oh! En die gaat erin. Een doelpunt van Peter Breznik. Die invaller. Amper 2 minuten in het veld en zie die blijdschap bij Prasnica. Peter Breznik zorgt kort voor tijd voor een 2-1 voorsprong voor Maribor. En wellicht de overwinning. Dat is dus een gouden wissel van Prasnica. Verdediger zat er weer naast. Niki Voorhof dacht ik dit keer. Verdedigingsfout in ieder geval.